Nick Hendricks, een blije trainer? Ja, zeker. We moesten vandaag winnen om kampioen te worden. Het was een moeizame wedstrijd, de omstandigheden waren zwaar. Maar ik denk al met al dat de dames prima gedaan hebben en dat we eigenlijk de hele wedstrijd niet in gevaar zijn geweest. En ja, de winst was het enige wat telde, het doelsaldo was niet meer belangrijk, alleen maar de 3 punten. Ja, ja. Ja, dat hebben ze gedaan. Het was misschien niet een supermooie wedstrijd, het had ook een beetje te maken met Drinelo die heel verdedigend speelde omdat ze bang waren dik te verliezen. Maar goed, die hebben goed weerstand geboden en ik denk als we iets nauwkeuriger waren geweest, zou het nog wel 9-10-0 kunnen worden. Maar goed, 5-0 is prima, de titel is binnen, dus wat wil je nog meer? Ja, ja. Je hebt een stel hele leuke dames. Ja, absoluut. Het is een leuke groep. We hebben hard gewerkt. En, het was natuurlijk een vrij lastige competitie met 4 concurrenten. En, het was eigenlijk de laatste paar weken nog spannend. Volgende ronde zijn wij vrij. Dan is de laatste speelronde. We zijn natuurlijk heel blij dat we het vandaag al hebben kunnen afmaken. Het zijn heel veel studenten tussen, hè? Dat is... Ja, het is een vrij jong team eigenlijk. Er zit nog veel rek in. Dus dat is alleen maar positief, denk ik. Jawel, maar ze gaan ergens anders spelen dan ze naar de hogeschool gaan, denk ik. Nou, ik heb toevallig een aantal meiden die eindexamen doen. Die gaan of in Enschede studeren. En eentje in Almelo, dus op zich houden we het redelijk bij elkaar. En ja, de spelers zijn ook wel bereid. Kijk, als je op een hoger niveau gaat spelen, zijn spelers ook eerder bereid om terug te komen. Kijk, en als ze aan Almelo gebonden zijn, dus het weekend sowieso terugkomen, kunnen ze door de week ook wel bij een andere club op de dinsdag de training volgen. En dan komen ze vrijdag terug en dan trainen ze hier. Gebeurt dat veel? Dat ze ergens anders trainen? Ja, dat is wel gebruikelijk. Bij ons niet, maar we hebben één meisje die studeert in Groningen. Die kwam op dinsdag ook steeds op en neer. Maar goed, op zich heb ik daar geen probleem mee. Want vaak probeer je ze naar onder te brengen bij een club die op een hoger niveau speelt dan wij. Dus daar worden ze alleen maar beter van. Ja, mooi. Dus je bent wel tevreden over vandaag? Ja, wat ik zeg. Kijk, natuurlijk hadden we gewild wat ruimere overwinning, wat spetterende wedstrijd. Maar ja, weet je, de druk staat er natuurlijk wel op. Het is misschien wel de nummer laatst, maar er moet gewoon gewonnen worden. Anders moet je nog een week wachten en dan is het feestje ook niet zo leuk. Ja, dat gebeurt in de voetballerij ook, dus het blijft, je moet winnen. Ja, nou denk ik wel dat het klasseverschil tussen ons en Drinelo is te groot om daar tegen een verrassing aan te lopen. Okay. Nog van harte gefeliciteerd en tot volgend jaar. Ja, hopelijk. Oh,